Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. De gevolgen van de natuur is niet goed natuurlijk, maar ik hoorde wel dat ze aangestoken waren daar in Brazilië in de regenwoud. Dus ja, wat daar het vervolg van is, of het gevolg, dat weet ik ook niet natuurlijk. Ik denk dat het voor het milieu niet best is. En als ik gehoord heb, steken de plaatselijke boeren dat aan. Dus ik denk dat het niet goed voor onze economie. Nou, ik vind het heel erg als ik dat zie. En ik denk dat de gevolgen groter zijn dan als we nou kunnen bedenken. Door de longen van de wereld die in de fik staan. Dus ik vind het heel ernstig. Het stemt mij verschrikkelijk droevig. Ik vind het verschrikkelijk als ik het zie. En ik denk dat het voor mijn milieu gewoon een hele grote ramp is dat dit allemaal gebeurt. En ik wou dat we er wat aan konden doen. Maar dat is heel moeilijk. Opletten en zelf alles in het oog houden wat met het klimaat te maken heeft, is denk ik heel belangrijk. Nou, ik vind het slecht, want soms kan je er wat aan doen. Soms wordt het expres gedaan. Soms, Ja. Ik heb dat één keer meegemaakt. Dat is ook een militaire dienst. Nou, het is natuurlijk heel erg. En ik denk dat we er allemaal ons steentje aan moeten bijdragen om zo goed mogelijk voor het milieu te zorgen. Nou, ik vind het verschrikkelijk dat er zo nonchalant met vuur of dingen wordt omgegaan. En dat de omstandigheden van het weer toch de wereld verwoest door vuur en door geweld. Maar de natuur die gaat er dan gewoon erger eraan. Dat is niet best, denk ik, maar ik kan er maar niet tegen doen hier. Nou ja, het is best erg dat al die bossen allemaal affikken. En dat is eigenlijk heel slecht voor de aarde, omdat je heel weinig, dan gaat eigenlijk alle zuurstof een beetje weg. En je hoort er ook niet veel over TV. Het is eigenlijk meer dat je het op sociale media allemaal ziet. En je ziet het eigenlijk niet op tv. Ja, de gevolgen zullen wel ernstig zijn. Maar ja, je hebt er niet altijd per se een gedachte bij natuurlijk. Maar dat het zo niet moet blijven duren, nee, is een ding inderdaad. Dat zeker is. Ja, ja. Toch? Zoveel, ja. Er zijn al ontiegelijk veel hectare wat er verbrand is. Ja. En iedere keer weer meer, dus lijkt me inderdaad verschrikkelijk, zoiets. Ja. Ja, zeker als je je huis en haard moet ontvluchten. Ja, hè? Ja. Ja, ik denk dat het een beetje overtrokken is allemaal. Denk ik. Ik weet niet, het gaat allemaal zo ver nou met milieu en klimaat en regeltjes en toestandjes. Dat ik denk van, joh, waar gaan we naartoe eigenlijk? Nou, ik zie niet zo'n groot akkoord hier in Nederland. Ze schuiven alles op de lange baan. Want als je kijkt van elektrisch rijden, nou wordt alles weer de subsidie afgeschaft en dergelijke. Ze doen er weinig aan, vind ik persoonlijk. Ik weet niet precies wat erin staat. Ik weet wel dat ze met Duitsland ook nog bezig zijn, hè, om er een beetje gezamenlijk iets mee te gaan doen. Maar wat het verder voor gevolgen heeft, of wat erin staat, dat weet ik zo gauw niet. Ik vind het Nederlands klimaatakkoord goed. Ik vind ook dat we daarmee door moeten gaan en dat al onze politieke partijen daar ook achter moeten gaan staan. Ik sta er als werknemer in ieder geval achter. We hebben zonnepanelen en we doen er alles aan om alles voor het klimaat te doen. Nou, het is natuurlijk wel beter nu dat we er wat meer voor proberen te doen. Want er is veel te veel plastic in de wereld en iedereen die gooit het gewoon ook op de grond. En daardoor gaat de aarde ook steeds meer kapot en er is geen planeet. Geen andere planeet, dus we moeten zuinig zijn op de aarde. Ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Hoe moet er tegenaan kijken? Dat is ook nog verschil, hè? Het is niet, misschien niet helemaal zoals je het zou willen, maar ik denk zoals het eigenlijk zouden willen, kan het natuurlijk eigenlijk ook niet. Dus op het moment denk ik dat we in ieder geval heel goed bezig zijn naar een goede, naar een beter klimaatakkoord, maar we zijn er nog niet. Ik denk misschien dat het op het moment misschien wel het beste is wat je voor nu kan doen. Want je kan natuurlijk ook niet gelijk alles in een aantal jaren bereiken. Dus Ja, dat is ook allemaal verschillend.
de een vindt dat en de ander wil dat. En je krijgt allemaal verschillende antwoorden en dingen. Maar ze moeten het samen eens worden en dan wordt er eens wat verder opgekeken. Maar als de ene links wil en de andere rechts, nou, daar komt er ook niet veel van. En ik wil best om de klimaat en net voor de kinderen naar de rand. Vind ik het niet meer als dat het bijna verplicht bent om te doen. Ik weet niet wat daarin zat eigenlijk. Nederlands klimaatakkoord, ik weet niet wat dat alles afgesloten. Dus ja, ik weet niet wat dat is. Ja, ik let er eigenlijk niet op. Ik weet eigenlijk niet eens echt heel erg wat het klimaatakkoord is. Ik let er eigenlijk niet zo op. Wat is dat nieuwe nou? Daar hebben ze nou weer iets over gepraat volgens mij in de Tweede Kamer. Ja, als het beter met milieu gaat, dan vind ik het prima, anders niet. Het gaat nogal sloom de jaren doorheen. Dus ja. Nou, ik lieg als ik zeg dat ik dat helemaal precies bij jou hoor. Ja, en mijn zus had hier beter kunnen staan. Die is daar beter thuis. Nou, nee, dat moet maar, ik eerlijk zeggen. Maar goed, ja, het is denk ik vandaag dit en morgen dat. Dus niet helemaal zo, allemaal even duidelijk natuurlijk, hè. Geen idee. Gewoon doorgaan net vanaf gaan, denk ik. Zal zijn eigen weer oplossen. Dat heeft al de eeuwen al zo gedaan. Dus heel de historie is er zo geweest. Dus het zal nou ook zijn eigen weer wel oplossen, denk ik. Nou, volgens mij wordt het niet meer beter. Volgens mij takelt moeder aarde al verder af. Wij maken het niet meer mee, maar ik denk als je het zo doorgaat, dan takelt het al verder af. Dus zo zie ik het. Kijk maar naar de oceaan, hè, de soep. En de rest eromheen. Ik hoor al dat er in het drinkwater al deeltjes zitten. Dus op het duur is er geen oplossing meer. Dan moet de mensheid gewoon vervagen, wegvagen. En dan wordt moeder aarde vanzelf weer beter. Daar kan ik heel kort over zijn. Maar moeder aarde komt er wel bovenop, maar daar horen geen mensen op. Ik denk dat alle mensen in heel Nederland, maar ook in de hele wereld, heel goed moeten gaan opletten hoe ze met alles omgaan. Met het milieu, zo breed mogelijk als je maar kan bedenken. En dat we daar allemaal een steentje aan bij moeten dragen. En de politieke partijen moeten steunen daarin. Nou, minder plastic gooien op straat, gewoon in een prullenbak. Aparte prullenbak, plastic bij plastic, papier bij recycling, natuurlijk. Dat altijd, en ook bijvoorbeeld, er zijn nu allemaal plastic bordjes die je kan weggooien, maar dat verandert in papieren, bordjes en papierbestek en karton. Het zou beter zijn. Beter glas gaan gebruiken in plaats van plastic borden en zo. Dan vegetariër worden. Gooi je weg. Ja, vegetariër worden. Ja, minder vlees ook, want er worden nu heel veel dieren afgeslacht. En soms eet je helemaal niet op en dat is eigenlijk gewoon zonde. Gooi de helft van je eten weg. Je kan ook gewoon met groente eten. Je hoeft niet per se elke dag vlees te eten. Oh, wat moet er gebeuren? Ja, dat moet ze gebeuren, hè? Minder vlees eten. Ja, er komen veel ziektes voor en ongedierte. En ik denk dat er meer gelet moet worden wat de mens en in andere landen ook weggooit. En niet alles zomaar slingert in het water en op de grond en straten, in de bossen. Als ieder zijn steentje bij zou dragen, dat het allemaal een beetje netter mee omgegaan werd. Dat de natuur dan ook weer terugkomt, ook met bloemen, vreemde dieren. Want we hebben zelfs hier een tetering, dat ik een dagopvang. En dan heb ik een mooi jong hertje sprong van links naar rechts de natuur over. Nou, ik vond het tot de avond nog mooi dat er zo de natuur toch nog rond kan lopen, helemaal vrij. Ja. Strengere regels of zo met CO2-uitstoot of zo. Ik zou het niet weten. Maar dat gaat dan denk ik niet worden. Over heel de wereld niet, dat kan bijna niet tegengaan. Ik vind dat plastic weg moet, allemaal uit de zee. Ja. Sowieso wel. En het is ook wel van, we worden nou in de westelijke landen wordt er allemaal heel veel over het klimaat gedaan. Alleen in derde wereldlanden en in Azië wordt er eigenlijk niet heel veel naar gekeken. Dus, ja, dus hier wordt er allemaal heel erg streng naar gekeken, terwijl het eigenlijk het grote probleem op de rest van de wereld zit. En dus om hier rietjes weg te doen, heeft eigenlijk geen nut, omdat ze in Afrika bijvoorbeeld of in Azië gooien ze alles gewoon ook de zee in.
Dus het moet eigenlijk wereldwijd zijn gedaan worden in plaats van alleen hier. Oh, ja, beginnen bij jezelf maar, denk ik. Als iedereen nou bij zichzelf begint. En al eerst is de plastic zakjes misschien vervangen voor gewoon papierzakjes. Net als vroeger. Ja, dan zal het al een beetje heel stukje. De wereld begint bij jezelf, hè, zeggen ze altijd. Ja, nou, allemaal een beetje meedoen aan bepaalde energie en. Ja, met kleine dingetjes. En als je kan gaan lopen, de auto laten staan. Ook al. Niet te verkwistend. In enkele opzicht. Met niks. Met verspillen van het water. En, ja, moeilijk hè. Als je dan ineens... Oh, dat staat er dan ook op natuurlijk. Ineens overvallen wordt. Houd die vinger even op dat knopje af. Zet het maar niet uit, hè. Het wordt steeds leuker. Steeds leuker. Zullen we maar weer verder gaan, ja. Ja.